Goedemiddag. Ja, oh, jongens, het was zo warm vandaag. En dan niet buiten. Buiten is het ja benauwd en vervelend. Maar zo, ik ga eerst eens even een rondje fietsen. Kijken of ik mijn kopje wat leger kan krijgen. Want dat lukt nog niet echt heel erg. Dat de tv is dan, die gaat uit. Hele goede maandagmorgen. Het is 13 mei en dat betekent dat het vandaag voor heel veel mensen spannend begint te worden. Het examen komt er namelijk aan. En dat begint voor sommigen vandaag en voor anderen morgen. Maar hoe dan ook, het is voor iedereen spannend. Dus, ben je ouder van, ben je kind, ben jij student en heb je examens, heel veel succes. Ik wens je al het beste en vertrouw op jezelf, want ik weet zeker dat je het kunt. Ik heb al een tasje klaargemaakt met een lunch. Met kwark, havermout en 2 stuks fruit. Noten, want ja, ik denk ik moet wat vandaag. Ik ga nu even nog een ontbijtje maken voor mezelf. En ik denk dat ik even ga voor een shake. Want ik heb heel veel. Ik ga het niet wegkrijgen om nu crackers of zo te eten. Daar moet ik echt niet aan denken. Dus dat gaan we even regelen. Hoe gaan de vlogs er de komende dagen uitzien? Nou, zo rond 7:30 ga ik de deur uit. En ik kom om 16:30 ongeveer binnen. Misschien soms iets eerder, soms later. Allemaal afhankelijk van hoe het allemaal zal gaan lopen. Maar dan weet je in elk geval, het worden de komende 2 weken in elk geval hele korte vlogs. Omdat ik gewoon heel veel niet thuis ben. En op donderdag en vrijdag zijn er gewoon video's natuurlijk, want dan ben ik gewoon lekker thuis aan het werk. En deze week is ook leuk, want er komt een nieuwe schutting. Maar dat is pas aan het eind van de week. Ik heb nog meer deze week. Nou, ik weet het even uit mijn hoofd niet. Maar goed, ik ga nu in elk geval eens een ontbijtje maken. Even het nieuws neuzen. En dan ga ik op naar mijn werk. Maar misschien kom ik voor de tijd nog wel even bij je terug. Zo, tanden poetsen en aan het werk. Oh, ik moet nog even mijn pen meenemen. Dat moet ik even niet vergeten. Die ligt daar. Die had ik al gepakt vanmorgen. Maar die had ik nog niet even verzorgd. Maar ik wil wel een fijne pen even mee. Want ik de hele dag schrijven. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga naar school. En ik zie jullie aan het eind van de dag weer. Ik ga nog heel even de weersvoorspelling bekijken. Of ik op de fiets ga. Of met de auto. Want nu is het heerlijk weer, maar het ziet er een beetje uit. Dus ik ga even de weersvoorspelling kijken. Goedemiddag. Ja, oh, jongens, het was zo warm vandaag. En dan niet buiten. Buiten is het ja benauwd en vervelend, maar plakkerig is het. Ja, in school was het zo warm. Ik ga vanavond ook niet live, ik ben gewoon te moe. En ik heb besloten dat ik even goed daarop moet denken dat ik niet over mijn eigen grens ga. Wat ik wel voor jullie straks ga wouwen is deze. Dat doe ik even in een video. Het is een cadeautje van Marijn. Dus die ga ik straks even bouwen. Ik heb al een heerlijk pannetje soep voor mezelf gemaakt. Ik heb de hele dag in etenslucht gestaan. En dan heb ik gewoon geen trek in aardappelsvleesgroenten of pasta of wat dan ook. Denk lekker een kommetje soep. Lekker wat crackertjes erbij. Ik heb met kaas erop. Lekker simpel. Maar wel voedzaam. Dus heel veel groenten erin. Ik had nog heel veel soepgroenten liggen. Gewoon een zak uit de diepvries. Met prei, wortel, selderij. Ik had ook weer maggieplant. Dus het is gewoon een goede maaltijdsoep geworden. Want ik heb er ook nog wat spaghetti door gekookt. En dan heb je gewoon zeg maar een soort ja, noedelsoepachtig idee. En dat vind ik wel erg lekker nu. Dus ik denk, dat gaan we lekker doen. Daar heb ik zin in. Dus ik ga zo eens even wat crackertjes uit de verpakking toveren, deze. Ze zijn niet de meest geweldige, maar ze smaken. Of wat, oh nee, weet je wat ik erbij doe? Ik doe er wat, hoe heet dat bij? Rijstwafels met kaas, dat vind ik nog veel lekkerder. Wat gaat dat worden? Rijstwafels met kaas. Dus die ga ik straks even doen. En ik ga voor de rest vanavond gewoon even relaxen, even rustig aandoen. Lekker douchen, want ik voel me echt heel vies. Gewoon super bezweet. En nou zweet ik niet super erg, maar ik voel me gewoon zo. En dat is niet erg. In elk geval ga ik nu lekker even zitten, pootjes omhoog en wat drinken.
Zo, ik ga eerst even een rondje fietsen. Kijken of ik mijn kopje wat leger kan krijgen. Want dat lukt nog niet echt heel erg. Dat de tv is dan, die gaat uit. Hopelijk kan ik nog even een halvetje fietsen zonder dat ik al te nat ga worden. Daarna lekker met de hond lopen als het weer droog is, want er komt een bui aan. En dan ga ik Lego bouwen. Lijkt me een goede deal. Deze is het, die heb ik gekregen. Het is een stuk van het kasteel, maar dan in mini uitvoering. Dus ik denk dat ik er misschien 10 minuten aan het bouwen ben, maar hoe leuk is het? Goed, zij die dus een regenbouw op hun dak kregen. Hallo, daar ben ik. Het zou droog blijven. Ik sprak met een buurman die ging lopen. Die zegt, nou ja, het lijkt erop dat alles toch om ons heen gaat. Ik ga lekker een rondje lopen en ik dacht, ga ik een rondje fietsen. Dus ik ben, ik denk 5 kilometer onderweg en ik denk drup. Nou ja, dus ik ben nu nat. Maar ik ga eerst nu met Raaf lopen, want het is buiten toch nat. En tenminste, het is nu al droger aan het worden. En dan ga ik daarna lekker douchen. Dan ga ik gelijk met mijn pyjama aantrekken. Jongen. Wat een weer.
lekker gedoucht en ik heb even zo'n huisjurkje aangetrokken. Ik ga lekker even tv kijken. Er is een programma over eerste hulp. Spoedeisende hulp. Heerlijk om te kijken, vind ik dat. Niet leuk voor de mensen die er zijn. Maar ik vind het wel een leuk programma om te kijken. Dus dat ga ik lekker kijken. En ondertussen heb ik het race aan van ORNL. Dus vermaak me wel, zeg maar, vanavond. Ik wil er niet zoveel meer doen. Ik heb nog wat dingetjes gedaan voor school. En nu ben ik eigenlijk al klaar met dat. Dat was een hele, hele lege accu. Ik ga nog even een videootje online zetten. Nou, dat moet ik ook nog editen, maar daar heb ik gewoon niet de puff voor. Dus dat laat ik heel even voor wat het is. Als de video online staat, vind ik het best. En dan ga ik lekker boek lezen en ondertussen wat tv kijken. Goed idee, denk ik. Misschien was het het. Misschien kom ik nog terug. Jullie merken. Standje sauna, ja, die hebben we op het moment. Maar ik had gelukkig gelegen om te bouwen. Lekker binnen gebleven. Het was buiten echt weer heel plakkerig. Hopelijk is het de komende dagen iets minder. Maar we gaan het vanzelf wel zien. In elk geval was dit een video. Ik heb geen idee. Ik heb niet gezien hoeveel clipjes het waren. Ook niet gekeken hoe lang de clipjes zijn. Dus we gaan het wel zien. In elk geval wil ik jou heel erg bedanken voor het klikken. Voor het kijken. Voor het liken. En voor het reageren. Dankjewel allemaal. Ik zie je heel graag terug in de volgende video. Ben je nou een nieuwe abonnee? Dankjewel. Ben je nou nog geen abonnee? Daar help je mij mee. Dankjewel. Hele fijne dag als je de video 's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot de volgende. Doei.